Er is voor 100.000 euro aan medische apparatuur uit het Catharina ziekenhuis gestolen. Dieven hebben zaterdag twee endoscopen met toebehoren van de afdeling Maag, Darm en Lever meegenomen. De twee apparaten worden door artsen gebruikt voor kijkonderzoeken in de maag. Volgens het Eindhovense ziekenhuis heeft de diefstal geen gevolgen voor de onderzoeken die gepland staan. Daarnaast stonden er geen patiëntgegevens op de twee gestolen apparaten. Hoewel de gastroscoop en kinderscoop in een afgesloten ruimte stonden opgeslagen... Wisten de dieven zich toch toegang te verschaffen? Het ziekenhuis onderzoekt hoe dit kon gebeuren. Er is aangifte gedaan van diefstal en het Catherine Ziekenhuis heeft de ziekenhuis in de omgeving ingelicht.